We hebben hier dus de praktijkopleidingen, de basisberoepsgerichte leerweg, waar veel praktijk is. De kader ook veel praktijk. De gemengde leerweg heeft iets minder praktijk en meer theorie. En de theoretische leerweg, dat is de leerweg die vroeger de MAVO heette. En die hebben we hier dus in huis. Ik heb een timmerman op basisniveau en op kaderniveau. En dat zijn dus mooie mensen die met de handen kunnen werken, waar de praktijk heel veel behoefte aan heeft, bedrijfsleven, de mensen met de gouden handen zoals we die noemen. We hebben hier de opleidingen metaal en elektro, dat heet tegenwoordig met een mooi woord produceren, installeren en energie. En we hebben de opleiding media vormgeving en ICT, de oude beeld- en mediaopleiding, dus alles op het gebied van media. ICT hebben we hier in huis, economie en ondernemen en zorg en welzijn. Hoe is het enthousiasme? Enorm. Dat ziet u nu als u dadelijk rondkijkt in onze school. We hebben vandaag de basisschoolleerlingen in huis. Die werken aan kennismakingsworkshops. Kennismakingsworkshop waar ze leren of kennis maken met de beroepen van morgen. Dat doen we met een aantal collega's, maar ook leerlingen die jonge kinderen van groep 8 assisteren en meehelpen aan het kennismaken. In Nederland merk je wel eens dat alles maar HAVO moet zijn en zo hoog mogelijk moet zijn. Deze categorie leerlingen, daar is heel veel behoefte aan binnen het bedrijfsleven. Kinderen met gouden handen die praktisch zijn ingesteld en op die manier een prachtige route via het VMBO, MBO tot zelfs het HBO kunnen afstuderen. We hebben hier ook in huis het toptraject. Dat is de route die we in samenwerking met het ROC en Hogeschool Saxion hebben georganiseerd. Met meer VMBO-scholen hier in Almelo. Waarin we dus een prachtige doorlopende leerlijn van het VMBO tot en met het HBO hebben neergezet. Daar is veel animo voor. Een studie hier op school duurt 4 jaar. Dan gaat ze door naar het MBO en van daaruit door naar het HBO. En dan zijn ze klaar en dan hebben we prachtige mensen voor de praktijk. Voor de beroepenwereld, maar ze kunnen natuurlijk ook naar het mbo uitstromen en de praktijk dan ingaan, het beroepsleven ingaan. Dus voor ieder niveau is er een passende route. Zeker, we hebben vanuit onze school veel contacten met het bedrijfsleven. We hebben de Technetkring waarin we met bedrijven praten over ons onderwijs. En ook deze leerlingen lopen stage om te kijken hoe het in de praktijk gaat. We proberen ons onderwijs zo contextrijk mogelijk aan te bieden, dus dat ze ook leren in de praktijk. En als u dadelijk om u heen kijkt, in deze hal bootsen wij denk ik heel prachtig de praktijk na die ook in het bedrijfsleven zichtbaar is.